Mijn lezing zal vandaag gaan over een tweetal vragen waar we inshallah een antwoord op zullen geven. En dat is, waarom vieren we eigenlijk Eid al-Fitr? En wat is de reden dat we tijdens zo'n dag vreugdevol zijn en blij zijn? Is daar een diepgaande antwoord op? Zoals jullie eigenlijk weten, is Eid al-Fitr een dag waarbij wij en miljoenen moslims bij elkaar komen en de dag doorbrengen met het aanbidden van Allah subhanahu wa ta'ala, een dag doorbrengen met familie en vrienden, zoals we hier ook bij elkaar zijn. Maar er is een essentiële vraag en een belangrijke vraag die wij allemaal onszelf moeten afvragen op een dag als Eid al-Fitr. En dat is, waarom vier ik het eigenlijk? Waarom ben ik nou zo blij en vreugdevol op een dag als Eid al-Fitr? En dat is een hele belangrijke vraag, omdat als we weten waarom we blij zijn, dan weten we ook wat de diepere betekenis is van zo'n dag als Eid al-Fitr. Natuurlijk draait Eid al-Fitr niet alleen maar om vreugde. Het draait ook om aanbidding van Allah subhanahu wa ta'ala. Maar ik denk dat jullie dit ook wel herkennen. Dat wanneer het de laatste dag van maand Ramadan is en je wordt de ochtend wakker van Eid al-Fitr, dat je soms toch wel een gevoel van verdriet voelt. Je voelt dat de maand Ramadan voorbij is. Je beseft op dat moment dat de heilige maand Ramadan voorbij is. Je beseft dan pas op dat moment dat eigenlijk je weer een hele jaar moet wachten tot je weer de nachten van Laylatul Qadr. Dat je weer een hele jaar moet wachten dat de gemeenschap voor 30 dagen lang bij elkaar komt. Je beseft op dat moment hoe waardevol het was om te mogen vasten en de maand, heilige maand Ramadan te mogen meemaken. Maar natuurlijk, we zijn hier bij elkaar gekomen om niet verdrietig te zijn. Natuurlijk. Want Eid al-Fitr draait natuurlijk ook om blijdschap, om vreugde. De Ahlul Bayt alayhim as-salam, die nodigen ons ook uit om op een dag als vandaag bij elkaar te komen. Allah samen te aanbidden, maar ook vreugdevol te zijn. En elkaar te groeten. En elkaar te feliciteren op zo'n prachtige dag. Maar zoals jullie weten, elke feest heeft zijn cadeaus en prijzen. Een feest is geen feest zonder cadeaus. En dat geldt natuurlijk ook voor Eid al-Fitr. Eid al-Fitr is een dag waar je ook prijzen en cadeaus zal ontvangen. Maar de cadeaus die ik hierover heb, zijn niet de cadeaus die we gewend zijn om te krijgen tijdens onze verjaardag of tijdens verschillende feesten. Maar we hebben het hier over een andere type cadeau. Jullie herinneren vast wel dat toen je klein was en de maand Ramadan was voorbij, dat je ouders, je oom of tante je geld gaven. Het begon met 1 euro, de ouder je werd kreeg je 10 euro en op den duur krijg je helemaal niks meer en dan ben jij degene die eigenlijk ideeën moet geven. Maar treur niet, want op zo'n dag als vandaag krijgen wij ook onze prijzen en onze cadeaus. Maar van wie? Van Allah subhanahu wa ta'ala. Er wordt overleverd dat imam al-Baqi alayhi salam het volgende zei. De profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam die zei: "Idha kana awwal yawmin min Shawwal nada munadiyun ayyuha al-mu'minun ughdu ila jawaizikum." Imam al-Baqi alayhi salam zegt dat de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam zei dat als het de eerste dag van Shawwal is aangebroken, dus de dag van Eid al-Fitr is aangebroken, een engel uit de hemel roept: "O dienaren van Allah subhanahu wa ta'ala, kom en verzamel je prijzen en je cadeaus." Maar natuurlijk, zoals we net zeiden, de cadeaus die imam al-Baqi hier bedoelt en de profeet hier bedoelt, zijn niet de materialistische cadeaus die we kennen. Het zijn andere type cadeaus die Allah subhanahu wa ta'ala jou geeft. Dat zijn prijzen en cadeaus van onschatbare waarde, die veel waardevoller zijn. Jaber zegt dan tegen imam al-Baqi alayhi salam: "Cadeaus? Maar wat voor cadeaus krijg je dan op zo'n dag?" Imam al-Baqi alayhi salam die gaat verder en zegt: "Naam ya Jaber. Inna jawaiz Allah laysa ka jawaiz al-muluk." En toen zei de imam al-Baqi alayhi salam: "Naam, innahu yawm al-jawaiz." Imam al-Baqi alayhi salam zegt tegen
Jabe, het is waarlijk een dag van prijzen en cadeaus. Het is een dag waarin Allah subhanahu wa ta'ala zijn dienaren zegent met verschillende vormen van prijzen en cadeaus. En de imam eindigt nogmaals door te benadrukken, het is een dag van het ontvangen van jouw prijzen. En zoals we ook net zeiden, het is niet een dag van materialistische cadeaus. Imam al-Baqir alayhis salam maakt ook die vergelijking. Imam al-Baqir zegt hier ook dat de prijzen van Allah subhanahu wa ta'ala niet te vergelijken zijn met de prijzen van koningen. Zoals jullie weten, vroeger had je sultans, had je koningen. En wanneer het Eid was, deelden ze cadeaus uit. Dat kan zijn in vorm van geld, goud, een stuk grond of eten aan de armen. En Imam al-Baqir zegt hier, die cadeau die hij krijgt van Allah is van ander niveau. Is veel waardevoller dan datgene wat je in deze wereld ontvangt. Maar natuurlijk waar we in geïnteresseerd zijn, wat is nou die prijs en die cadeau die Allah subhanahu wa ta'ala mij geeft op een dag als Eid al-Fitr? Wat ontvang ik van hem? En die prijs en cadeau is ook de reden waarom we eigenlijk Eid al-Fitr moeten vieren. Waarom we eigenlijk blij moeten zijn op een dag als vandaag. De eerste prijs en de eerste cadeau die je van Allah subhanahu wa ta'ala ontvangt op een dag als Eid al-Fitr is dat Allah subhanahu wa ta'ala jouw zondes vergeeft. Allah subhanahu wa ta'ala zal al jouw zondes op de dag van Eid al-Fitr wissen en jou vergeven. En je zal je jaar starten met een schone lei. Dat is een overlevering van imam Ali alayhi salam, die ook door Sheikh al-Sadur wordt overleverd. Imam Ali alayhi salam zegt, Ya ibadallah, inna adnama lil mu'minin lil sa'imin wal sa'imat. Imam Ali alayhi salam begint met het minste en het meest basic wat Allah subhanahu wa ta'ala jou zal geven op de dag van Eid, is het volgende. Imam Ali gaat verder en zegt, En yunadi malikun fi akhiri yawmin min shahri ramadhan, Abshiru ya ibadallah, faqad ghafara lakum ma salafa min zunubikum. Imam Ali alayhi salam zegt iets heel moois. Hij zegt, O dienaren van Allah, op de laatste dag van de maand van Ramadan, zal een engel uit de hemel roepen, O dienaren van Allah, wees blij en vreugdevol op de dag van Eid al-Fitr. Want Allah subhanahu wa ta'ala heeft al jouw zondes vergeven. Al jouw zondes uit het verleden, al de fouten die jij hebt begaan in het verleden, zal Allah subhanahu wa ta'ala op een dag als vandaag wissen en jou vergeven. Als Allah subhanahu wa ta'ala jou vergeeft, dan betekent het dat Allah subhanahu wa ta'ala jou ook heeft gered van hellevuur. Dat Allah subhanahu wa ta'ala jou heeft beschermd van hellevuur. En een vraag aan jullie is, welke dua reciteren wij 300 keer tijdens de maand Ramadan? En vooral tijdens de nachten van Laylat al-Qadr. Tijdens de nachten van Laylat al-Qadr lezen we natuurlijk dua Jawshan al-Kabir. En na elke passage reciteren we een korte dua. En daarin vragen we Allah subhanahu wa ta'ala om iets heel specifieks. Want we lezen na elke passage het volgende. Subhanaka la ilaha illa ant al-ghawth al-ghawth khallasna min an-nari ya rab. Deze dua reciteren wij 300 keer tijdens de heilige maand Ramadan. Als je daar even bij stilstaat, vraag je Allah subhanahu wa ta'ala voor 300 keer, O Allah, bescherm mij en red mij van hellevuur. En de eerste cadeau die jij ontvangt van Allah subhanahu wa ta'ala is dat hij je vergeeft. Op de dag van Eid al-Fitr. Dus Allah subhanahu wa ta'ala heeft jouw gebeden, jouw dua geaccepteerd. Want het feit dat jij op die dag geen zondes hebt, betekent ook dat je niet naar de hellevuur gaat. Want je bent een schoon en zuiver persoon. Maar Amir al-Mu'minin alayhi salam gaat in deze overlevering een stuk verder. En hij eindigt in zijn woorden met iets heel moois. En ik denk dat dat ook een hele mooie reminder is voor ons allemaal. Dat wanneer Ramadan voorbij is, hoe wij verder gaan. Wat is de volgende stap die ik moet maken?
Emir al-Mu'minin alayhi salam eindigt met فَنْظَرُوا كَيْفَ تَكُونُوا فِي مَا تَسْتَأْنِفُونَ. Imam Ali alayhi salam eindigt met en hoe zal jij zijn na Eid al-Fitr? Wat eigenlijk Imam Ali zegt hier is, Allah subhanahu wa ta'ala heeft jou op de dag van Eid al-Fitr gezuiverd. Hij heeft jou gereinigd. Jouw boek van daden is weer helemaal schoon. Dus Imam Ali zegt, beste broers en zusters, beste dienaren van Allah, pas op, wees voorzichtig. Dat je niet weer terugvalt op je oude gewoontes. Dat je niet terugvalt op de oude zondes die je deed voor de maand Ramadan. Want Allah subhanahu wa ta'ala heeft jou op deze dag gezuiverd. Gebruik deze moment dat Allah subhanahu wa ta'ala jou heeft gezuiverd om een nieuwe start te beginnen. Om jezelf verder te zuiveren. Om ten alle tijde Allah subhanahu wa ta'ala te gehoorzamen. Omdat je weet dat Allah subhanahu wa ta'ala jouw dua's heeft geaccepteerd in deze maand. En je pas over een jaar weer de kans krijgt. Dus zoals we zeiden, de eerste prijs en cadeau die we ontvangen van Allah subhanahu wa ta'ala op een dag als vandaag is zijn vergeving. De tweede prijs die de gelovigen en de dienaren van Allah subhanahu wa ta'ala ontvangen op zo'n dag. En ik denk dat dit ook een van de mooiste prijzen is die iemand kan ontvangen van Allah subhanahu wa ta'ala, is ridwanullah. Is de tevredenheid van Allah subhanahu wa ta'ala. En ik denk dat we allemaal op zoek zijn naar de tevredenheid van Allah subhanahu wa ta'ala. Want wat is de reden dat we vasten en bidden en goede daden doen? Natuurlijk doen we dat voor onszelf. Maar aan de andere kant doen we dit ook omdat we willen dat Allah subhanahu wa ta'ala tevreden is over ons. Dat Allah subhanahu wa ta'ala ons daden zal vergeven en ons de jannah zal schenken. Amir al-Mu'minin alayhi salam die zegt in een overlevering, ridwanullah subhanahu wa ta'ala maqruun bitta'a. De tevredenheid van Allah subhanahu wa ta'ala is gekoppeld aan het gehoorzamen van Allah subhanahu wa ta'ala. Als we even stilstaan bij de heilige maand Ramadan, dan en het analyseren, wat zijn we dan op dat moment bezig? We zijn voor 29 en 30 dagen bezig met het gehoorzamen van Allah subhanahu wa ta'ala. Want je vast voor 30 dagen, je bent extra spiritueel, je geeft veel meer liefdadigheid, je geeft veel meer sadaqa, je leest de Koran veel meer, sommigen lezen zelfs de hele Koran uit, je gaat veel meer naar bijeenkomsten, je luistert veel meer lezingen. En al deze daden die je doet tijdens de heilige maand Ramadan, wat zijn dat? Dat zijn daden waarin je Allah subhanahu wa ta'ala gehoorzaamt. En Emir al-Mu'minin zegt, als jij Allah subhanahu wa ta'ala gehoorzaamt, ontvang je zijn tevredenheid. Dus in een maand Ramadan ben je voor 30 dagen keihard bezig. En Emir al-Mu'minin zegt, omdat je zo hard je best hebt gedaan, zal Allah subhanahu wa ta'ala tevreden zijn over jou. En dat is denk ik ook waar we allemaal naar op zoek zijn. Want als Allah subhanahu wa ta'ala tevreden is over jou, zal hij je ook zegenen. Zal je zijn barmhartigheid en liefde ontvangen. Ik weet dat we vaak denken dat de tevredenheid van Allah subhanahu wa ta'ala best wel lastig is om te bereiken. Want als we kijken naar onze leven, dan denken we, weet je, ik doe niet veel. Ik bid alleen. Of, ik probeer mijn best te doen, maar het lukt me niet altijd. En soms denken we dat de tevredenheid van Allah subhanahu wa ta'ala super lastig is om te bereiken. En sommigen denken zelfs dat Allah subhanahu wa ta'ala nooit tevreden zal zijn over hen. Beste broers en zusters, de werkelijkheid is het tegenovergestelde. De tevredenheid van Allah subhanahu wa ta'ala is heel makkelijk te bereiken. We lezen allemaal op donderdagavond welke dua? Dua Kumail. En wat zegt Emir al-Mu'minin in Dua Kumail? Wat reciteren we op dat moment? Imam Ali alayhi salam zegt in Dua Kumail, Ya sari'a rada, irfer liman la yimluku illa dua. Imam Ali zegt, O wiens tevredenheid snel wordt bereikt. Beste broeders en zusters, dit zijn niet mijn woorden. Dit is onze imam, Imam Ali alayhi salam, die tegen jou zegt, de tevredenheid van Allah subhanahu wa ta'ala is heel makkelijk te bereiken, is snel te bereiken. Allah subhanahu wa ta'ala is zo barmhartig, is zo liefdevol,
dat hij niet boos zal zijn op jou, omdat hij weet dat als jij terugkomt naar hem, hij je zal vergeven. En hij, kijk, wanneer wij iemand pijn doen, dan zal die persoon jou wel vergeven, maar hij zal het niet zo snel vergeten. En als er iets gebeurt, dan krijg je het altijd weer te horen. Dat is vaak bij getrouwde stellen, dat als ze getrouwd zijn en ze maken ruzie, dan wordt er altijd oude koeien de sleut gehaald. Maar Allah subhanahu wa ta'ala is niet zo. Allah subhanahu wa ta'ala is heel anders. Dat als jij iets fout doet en je terugkeert naar Allah subhanahu wa ta'ala, dan vergeeft Allah subhanahu wa ta'ala al jouw zondes. In Bihar al-Anwar heeft Amir al-Mu'minin een heel diepgaand overlevering van hoe we de tevredenheid van Allah subhanahu wa ta'ala kunnen bereiken. En Amir al-Mu'minin geeft hier drie hele simpele tools. De reden waarom ik eigenlijk deze overlevering heb gekozen is omdat ik denk dat deze tools die Amir al-Mu'minin hier geeft, drie tools zijn die wij allemaal aankunnen en die wij allemaal ook in onze dagelijkse leven kunnen toepassen. Imam Ali alayhi salam die zegt, drie dingen waarmee je Allah subhanahu wa ta'ala's tevredenheid kan bereiken, is 1, is Allah subhanahu wa ta'ala vaak vragen voor zijn vergeving. Nummer 2 is het geven van heel veel sadaqa. En nummer 3 is dat je vriendelijk bent tegen je medemens. Dus als jij de tevredenheid van Allah subhanahu wa ta'ala wilt bereiken, zegt Amir al-Mu'minin hier eigenlijk, naar nummer 1, vraag Allah subhanahu wa ta'ala heel vaak voor zijn vergeving. Beste broers en zussen, dat is niet heel moeilijk. Stel, na elke gebed, voordat je direct opstaat, dat je even de tasbih pakt, al is het 5, 10, 50, 100 keer, dat je zegt, astaghfirullah. Is dat te moeilijk? Als we op bed liggen, de meeste van ons gaan nog even op hun telefoon kijken. Dat kan, maar wat je ook kan doen is, neem een minuut of 5 minuten en pak de tasbih en zeg astaghfirullah rabbi wa atubu ilayh. De tweede advies die Amir al-Mu'minin hier geeft is, wees vriendelijk met je medemens. Amir al-Mu'minin zegt hier niet, wees vriendelijk met de gelovige broeder en zuster, met je medemens. Hoe moeilijk is het om te glimlachen naar de mensen in onze omgeving? Hoe moeilijk is het om elkaar te groeten? Hoe moeilijk is het om je collega of je ouders of je vrienden met een glimlach te ontvangen? Want als jij glimlacht op dat moment, zal ook Allah subhanahu wa ta'ala tevreden zijn over jou, omdat je een medemens blij hebt gemaakt. En de laatste, Imam Ali, het laatste advies van Imam Ali alayhi salam is, geef zoveel mogelijk sadaqa, liefdadigheid. Als we het hebben over sadaqa, dan denken we vaak dat als ik 1 euro geef, dat dat niet waardevol is. En dat pas als ik honderden euro's geef, dat het dan pas een echte sadaqa is. En dat dan pas Allah subhanahu wa ta'ala mijn sadaqa zal accepteren. De werkelijkheid is anders. Het gaat erom dat je er een soort van automatisme van maakt, dat je als je naar buiten gaat, dat je sadaqa geeft. Als je op reis gaat, dat je sadaqa geeft. En tegenwoordig, beste broers en zusters, we hebben allemaal internetbankieren. En tegenwoordig kan je allemaal van die potjes creëren op je internetbankieren. En mijn advies is, ik merkte bij mezelf dat ik soms vergeten om sadaqa te geven. Dus wat ik op dat moment heb gedaan is, ik heb een aparte potje gemaakt en die heb ik sadaqa genoemd. En ik heb een soort van automatische incasso gedaan, waarbij er wekelijks of maandelijks een bepaalde bedrag van mijn salaris wordt opgenomen en wordt neergezet in dat potje wat ik sadaqa heb genoemd. En na een periode, dan neem ik het op en dan geef ik het door aan iemand die dan weer kan doorgeven aan armen. Dus we leven in de 21ste eeuw, dus er zijn heel veel methodes hoe je ervoor kan zorgen dat je heel makkelijk sadaqa kan geven. Ik zal niet lang meer praten, want natuurlijk bereiken al de geur van de barbecue. En natuurlijk hebben we nog een leuke quiz hierna. Ik weet dat op dit moment er broeders en zussen zijn die denken, maar ik heb tijdens de heilige maand Ramadan vanwege reizen of vanwege een ziekte of vanwege zwangerschap niet kunnen vasten.
loop ik daardoor al deze cadeaus en prijzen mis? Zal Allah subhanahu wa ta'ala mij niet zegenen met zijn zegeningen? Want ik heb niet gevast vanwege bepaalde redenen. Beste broers en zusters, treur niet, want Emir al-Mu'minin alayhi salam heeft hele mooie diepgaande woorden. In Nahj al-Balagha zegt Imam Ali alayhi salam het volgende. Hij zegt: "Wa kullu yawmin la yuhsa Allah fi fa huwa yawmu 'eid." Een heel mooi diepgaand antwoord van Imam Ali alayhi salam op onze vraag. Imam Ali alayhi salam zegt dat elke dag waarin jij Allah subhanahu wa ta'ala niet ongehoorzaamt, elke dag waarin wij Allah subhanahu wa ta'ala gehoorzamen en Allah niet ongehoorzaam zijn, is een dag van Eid. Eigenlijk zegt Imam Ali alayhi salam dat je ervoor kan zorgen dat elke dag een vorm van Eid is voor jou. Dat elke dag een dag is waarin Allah subhanahu wa ta'ala jouw zondes vergeeft en je zijn tevredenheid bereikt. Dus wat Emir al-Mu'minin hier zegt, is eigenlijk: als je je best doet voor Allah subhanahu wa ta'ala, als je Allah subhanahu wa ta'ala gehoorzaamt, zal Allah subhanahu wa ta'ala alle zegeningen die je hebt gekregen tijdens de heilige maand Ramadan elke dag kunnen krijgen. Twee hele mooie prijzen en cadeaus van Allah subhanahu wa ta'ala die wij kunnen ontvangen op een dag als Eid al-Fitr. Natuurlijk, er zijn veel meer prijzen die je kan ontvangen. Omwille van de tijd heb ik expres deze twee gekozen, omdat ik denk dat de vergeving van Allah subhanahu wa ta'ala en de tevredenheid van Allah subhanahu wa ta'ala twee dingen zijn die innerlijke rust kunnen creëren bij ons. Want als jij weet dat Allah subhanahu wa ta'ala jouw fouten vergeeft en jij weet dat Allah subhanahu wa ta'ala tevreden over jou is, dan kan ik je garanderen dat je innerlijke rust kan bereiken. Dan kan ik je garanderen dat het leven heel makkelijk zal zijn. Dat als je met problemen te maken krijgt, je weet dat Allah subhanahu wa ta'ala er voor je is, want hij is tevreden over jou. En als hij tevreden over jou is, dan is hij dichtbij. Ik wil als laatste jullie allemaal nog een hele fijne dag wensen. En ik hoop inshallah dat Allah subhanahu wa ta'ala jullie allemaal vandaag zal zegenen. En zoals we ook net zeiden, Eid was een week geleden. Maar omdat wij hier samen zijn bij elkaar en samen Allah subhanahu wa ta'ala aan het herdenken zijn en Allah subhanahu wa ta'ala aan het gehoorzamen zijn, is vandaag ook een dag van Eid. Wa akhu da'wana walhamdulillahi rabbil alameen wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen Muhammad wa ali bayta al-tayyibin al-tahirin.